dol op ontbijt op bed. Dat was relaxed, joh. Het brood was alleen op, maar beschuit is net zo lekker. Ik heb er wel 4 op. Het kruimelt alleen zo erg en dat kriebelt in bed. Maar daar weet ik wat op. Een mini-stofzuiger. Deze kruimeldief werkt goed, joh. Kijk maar. Wow. Ik zei al, deze werkt echt heel goed. Oeh, was je bijna weg geweest, Seppie. Gevaarlijk ding, zeg. Moet je echt heel goed wakker voor zijn. Eerst maar even wat ochtendgymnastiek. Doe je lekker mee? Stand met je voeten. Ga heen en weer. Schud met je billen. Van je 1, 2, 3. Lucy en Pablo, wat gaan we eigenlijk doen? Weten jullie dat? Ja. Wat dan? We gaan raden wie achter de deur staat. We gaan raden wie er achter de deur staat. Ik ben benieuwd. Oh. Wie is daar? Raad het maar. Heb jij een vraag? Bent u een politie? Nee. Oh, is geen politie. Heb jij misschien een vraag, Lucy? Is het een brandweer? Nee, ik ben ook geen brandweerman. Werkt hij in een winkel? Ik verkoop wel dingen. Oh, hij verkoopt wel dingen. Wat zou dat kunnen zijn? In de winkel? In een soort van winkel dus, want hij verkoopt wel dingen. Werkt hij in een kok? Bent u een kok? Bijna. Bijna. Moet u vroeg opstaan voor uw werk? Ik moet heel vroeg opstaan, ja. Een kok was bijna goed. Heeft u iets op uw hoofd? Ja, ik heb een muts op mijn hoofd. Ik weet het. Bent u misschien een bakker? Ja, heel goed. Hallo. Hallo. U bent een bakker en volgens mij niet zomaar een bakker, of wel? Nee, ik ben een banketbakker. Wat is dat? Ik maak dus geen brood, maar alleen maar zoete dingen. Taartjes en chocolaatjes. Oh, wat mooi. En wat heeft u allemaal eens gemaakt? Ik heb ooit een heel mooi bouwwerk gemaakt van chocolade. Een Nederlandse molen. Wauw, hoor je dat? Een molen van chocola. En heeft u dat dan allemaal zelf opgegeten? Nee, ik heb niet allemaal zelf opgegeten, maar wel geproefd. Oh, ja. Ik zou het allemaal zelf opeten, jullie? Ja. Ja, toch? Jawel. Dus u maakt eigenlijk kunstwerkjes van suiker? Ja, en van chocolade. En dat noemen ze ook wel een patissier. Dat is een moeilijk woord. Patissier, zegt dat eens? Patissier. Goed zo. Dat doen jullie hartstikke goed, zeg. En wat maakt u eigenlijk het allerliefst? Het allerliefst maak ik bonbons. Bonbons? En zit daar misschien ook een verrassing in dan? Ja, absoluut. Fruit of nootjes. Nootjes? Lekker, hè? Nou, ik krijg er helemaal honger van. Misschien wel trek in een taart. Kunt u dat ook bakken? Kijk! Absoluut. Taartje. Hé, hey, weet jij waarom een bakker altijd een bakkersmuts op heeft? Nou, dan komt zijn haar niet in zijn baksel.
Eeuw. Stel je voor dat je een haar in je broodje vindt. Nou, maar gauw aan de slag met mijn eigen bakkersmuts. Zo'n handige muts maak je heel makkelijk zelf. Deze spullen heb je nodig. 3 vellen stevig papier, wat lijm, een schaar en een gummetje. En die gebruik ik straks als maat, maar dat vertel ik je zo. Je begint met het dubbelvouwen van een papiertje. Dan heb je een mooie rechte lijn en dan knip je hem door midden. Zo. Deze 2 stroken, die plak ik aan elkaar vast. En dat doe ik met een beetje lijm. Ik zet hier een kloddertje op. En dan kunnen deze zo op elkaar plakken. Goed aandrukken. Die kan vast drogen. Want deze 2 papiertjes, die gaan we ook aan elkaar vastplakken. Met de korte kanten naar elkaar toe. Weer wat lijm. Ik zou het niet te veel doen, want dan moet het weer zo lang drogen. En dan moet je wachten. Nou, goed aandrukken. En dan gaan we deze op deze plakken. Weer wat lijm. Dan mag je een flinke streep trekken. En dan kunnen we deze er zo bovenop leggen. En die drukken we weer aan. Weer een flinke streep. En dan vouwen we deze puntjes tot op de streep. En als je dat nou lastig vindt, dan mag je best wel wat hulp vragen. Zo, dat mag dan even goed drogen. En ondertussen knip ik er wat knipjes in. En om dat iedere keer op dezelfde grootte te doen, gebruik ik een gummetje. Maar heb je nou geen gummetje, dan kun je ook een lucifersdoos gebruiken of iets anders. Ik leg hem hier neer en dan knip ik er zo langs. Zo. En dan zet ik hem weer een stukje verder. En dan doe ik dat gewoon weer. En zo doe je dat tot je helemaal aan het einde bent. Nou, nog eentje. Perfect. Kijk eens, zo komt dat er dan uit te zien. Deze 2 kanten gaan we naar elkaar toevouwen, want dan kun je hem op je hoofd zetten. We hebben hier wat lijm nodig. Hier een strookje lijm op. Even flink aandrukken. En nog niet op je hoofd zetten hoor. Dan blijft hij aan je hoofd plakken. En dan kan je hem nooit meer afzetten. En dat moeten we niet hebben hoor. En kijk eens. De bakkersmuts is helemaal klaar. Dat ziet er goed uit hè? Nou Zeppie, het bakken kan beginnen. En wat vind je van mijn bakkersoutfit? Ik ben helemaal klaar om te bakken. En vandaag ga ik iets mega schattigs maken. Namelijk egeltjesbrood. Kijk, zo ziet het eruit. Zal ik je laten zien hoe ik het maak? Je hebt brooddeeg nodig. Wit of bruin, je mag zelf kiezen wat je lekker vindt. En krenten. Het leuke van brood maken is dat je het deeg moet laten groeien. Dat heet bij bakkers rijzen. En het enige wat je ervoor moet doen om het deeg te laten rijzen is wachten. Kijk, dit heb ik net gemaakt. Moet je eens het verschil zien. Zo ziet het eruit als je het een uur laat staan. En van dit deeg ga ik de egeltjes maken. Je begint met kleine balletjes. Je pakt een pluk en je rolt het even flink tussen je handen. Tot het een goed bolletje is. Als je dat hebt gedaan, dan maken we het snuitje. En het snuitje maken we door een puntje te trekken in het deeg. Voilà! Een egeltje heeft natuurlijk stekeltjes. En die kunnen we maken door met een schaar in het deeg te knippen. Zo, je mag lekker diep knippen. Lijkt het al een beetje op een egeltje zo? Oh nee, ja, je hebt gelijk. Hij moet nog oogjes hebben. En de oogjes, die maken we van deze krentjes. Je pakt 2 krenten en die druk je heel diep in het snuitje. Zo. En je egeltje is helemaal klaar.
Of tenminste, hij moet nog gebakken worden. Dus hij gaat de oven in. Op de bakplaat. En dan mag hij hierin. Zo, maar straks na een kwartiertje, dan ziet hij er zo uit. Zijn ze niet om op te eten? Oh, yes, gelukt. Oh, taartjes bakken, ik ben er echt gek op. Kijk, dit hier is verse bosbessentaart. Met nog echte verse bosbessen erop. En, oh, ik heb er hier eentje. Dit is appeltaart. Ja, appelkruimel. Je had het al heel goed gezien. En slagroomtaart is er ook bij. En chocoladetaart. Oh, ik kan echt niet kiezen. Maar mijn lievelings is toch echt wel deze. Goed. Zo. Voilà. Je ziet het. Hazelnootschuim. Oh, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik zeg aanvallen. Top, top. Heerlijk. Nou, zomaar verder eten. Eerst even zingen. Of nog een hap. Nee, nooit met volle mond zingen. Zeppelin zweven, zwaai dan even.